Het viel juist van noffelijk aan. Er wie net zo volle wien, maar die zinnen hier dreig en het begon van de morgenbetiet met mist en damp waren op sommige plakken minder dan 1200 meter zicht. En daarna komt dan de bewolking en dan had de zinnen dreig en dan komen er nog wat buien en buikers vanuit het oosten dus kant op. Ja, en dan is het ik me krek wat er van bloed. Maar de komende dagen en tak mieken gingen we oer op een stabiel waartype van de boeren Nikwichtig een aantal droege dagen. Wol, joen en vannacht. Joen nog kans op een aantal pittige buien, een peer pittige buien. En vierders hebben vannacht ik wel opklarings, hebben ik wel bewolking en de temperaturen eentonig om de bij de halve graden heen. De wind vannacht uit noordelijke richting mooi en die zal gaan bij de nacht sterker worden, letter vannacht vrij krachtig of krachtig in het waardgebied. Morgen een dag mooi. Eerst zinnen, staar gewoon meer en meer bewolking, dan berint de lof, dan rekt het, staar gewoon meer en meer bewolkt en het liek het droeg te blijven. Temperaturen 15, 16 graden in de kustgebieden, zandjen en 19 graden verder op de provincie, maar de hoogste temperaturen in het oosten, daar ik de meeste zinnen. Ja, en dan de wind, die komt uit noordelijke richting mooi, matig en krachtig, dus een waarschuwing van de wettersport. We zeggen vooruit. Sneun, snijn en manje, droeg waar. De zinnen er riddelijk bij. Sneun flink wat zinnen. Snijn en manje bij wat meer bewolking. De temperaturen rinnen staar gewoon op. Ja, sneun is een koele dag. 13, 14 graden. Snijn zijn 15. Manje zijn 16 of 17 graden. Maar de naai gingen we jouw bij takken richting de 19 of 20 graden. We met de morgen, maar weer even in het waarschijn.